Ongeveer 1 à 2 weken geleden probeerde ik in FIFA 23 een zo duur mogelijke fut eraf te maken. Gewoon kijken of ik misschien 55 miljoen coins kon halen. Ja, dat was eigenlijk bij voorbaat al een kansloze missie. Ja, want 55 miljoen coins, een aantal FIFA's geleden, kon dat gewoon nog. Nu is dat echt onmogelijk. Volgens mij zat ik net iets boven de 10 miljoen. Maar in ieder geval, ik kwam er in die video achter dat het ook wel mogelijk is om 90 beoordeling te halen in een FUT-draft. Maar vandaag gaan we kijken wat het maximale is. Hoe hoog kunnen wij nu op dit moment een beoordeling halen in FIFA Ultimate Team Draft? Ja, dat is wel heel erg uitgebreid. Gewoon FUT-draft, zo kan ik het beter zeggen. En wat we daarnaast ook gaan doen is wat pakketjes openen. Want ik heb namelijk van die World Cup packs gekregen. Want je kon natuurlijk allemaal World Cup spelers verzamelen. En dan aan het eind kreeg je dan vervolgens rewards. En dan kreeg je een paar packs uit. Nou, die packs die heb ik nu momenteel. Dit zijn best wel goede packs. Bijvoorbeeld 8 spelers, allemaal 80 plus. Hier hebben we de 5. Hier heb je allemaal spelers tussen de 80 en 84. En ook nog een topgoud spelerspakket. Dus die gaan we ook nog openen. Dus leuke fitdrops en nog packs die we kunnen gaan openen. Nou ja, veel beter dan dat kan natuurlijk niet. Gewoon een mooie combi. Maar als jullie er zin in hebben, doe dat duimpje omhoog. 2000 likes, heel nice zijn als dat gaat lukken. En vergeet ook niet te abonneren. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor de mooie Bouskleding, check natuurlijk Bouws.nl. Alleen deze winter beschikbaar, dit model. Dus mocht je nog willen kopen, zeker weten te checken. Maar laten we maar beginnen. En dan doe ik eerst even de spelers tussen de 80 en 84. Want ja, het zijn wel leuke spelers. Maar je hebt er niet zo heel veel aan. Tenzij het natuurlijk een goede 84 speler is. Die daadwerkelijk ook wat waard is. En is het trouwens allemaal tradable? Nee, dat is het niet. Kijk, ik heb al deze spelers al. Ik heb zoveel in mijn club, jongen. Oh ja, ze zijn trouwens allemaal non-tradable. Nou ja, dan weten we dat ook. Maar ik heb zoveel non-tradable spelers in de club, jongen. Dat is echt niet normaal. Maar rechtsachter, Trippier. Nou ja, prima. Maar we wisten al dat hij niet boven de 84 zou zijn. Dus ja, zo heel bijzonder is het niet. We krijgen wel een inform. En dat is natuurlijk altijd wel leuk meegenomen. 90 pace, hij is alleen niet heel veel waard. Maar informpje, altijd leuk erbij. Dit kunnen we discarden. En dan gaan we al door naar de volgende. De packs. Ja, ze zijn ontradable, dus niet de beste packs. Maar het is altijd leuk meegenomen. Die 80-plus packs die gaan we zo meteen openen. En dan hoop ik eigenlijk dat we een walkout uit gaan krijgen. En dit is 83 Smigel. Oké. Dit is niet zo heel goed. Die vorige packs waren dan in verhouding wel wat beter. Maar check dan, bijna alle spelers heb ik gewoon al in mijn club. Ja, ik heb de laatste tijd zoveel packs van die non-tradable packs geopend. Dat is echt bizar. Dus het zou zo kunnen dat alle spelers die we nu krijgen, dat ik die al heb. Het is in ieder geval allemaal 80 plus. En dit is op zich Kostic. Nee, ik wou zeggen 86. 85. Prima. Goeie speler. Ik hoop dat ik hem nog niet in mijn club heb. En dat heb ik ook nog niet. Hebben we nog één pakketje te gaan. En dit is in principe de beste pack die ik had gekregen. Dus hopelijk krijgen we nog iets goeds. En nu zeg ik de beste pack. Maar we krijgen nu een best wel slechte speler. Dan Núñez. Gaat ermee door. Maar het is niet een speler die heel veel waard is. En ik heb hem inderdaad ook al in mijn club. Dus nou, dan kunnen we dit discarden. Uiteindelijk één uniformje gekregen. En nog een paar redelijke spelers. Maar het was niet extreem goed. Maar ja, we gaan nu gewoon lekker door met fut-drafts maken. En hopelijk gaat dit wat beter. Want ik hoop dan natuurlijk dat we gewoon even een draft kunnen maken. Met misschien 91 of zelfs 92 beoordeling. Maar ja, daar gaan we natuurlijk achter komen. Qua opstelling wil ik dan graag centraal aanvallende middenvelders hebben. Of CA kan ook. Daar kan je ook zieke icons op krijgen. Ja, kijk, we beginnen meteen al lekker. Bijvoorbeeld Johan Cruijff op CA. Dat is gewoon prima. Dus hopelijk kunnen we deze lijn voortzetten. Ja, dat is weer jammer. Volgende. Come on. En Gullit Pelé. We hebben gewoon Cruijff en Pelé. Nu al. Kijk, zo'n begin wil je hebben. Als je gewoon een zieke draft wil maken, zijn dat de spelers die je gewoon nodig hebt. Ik ga wel voor de league. Ja, het zijn lastige keuzes. Die linkjes, het is allemaal net wat lastiger natuurlijk dan vorige FIFA's. Ik ga nu voor Kroos. Gewoon puur omdat hij qua rating het hoogst is. Ja, ik ben heel benieuwd wat voor rating we kunnen halen. En of we daarnaast dan ook nog gewoon teamgeest kunnen fixen. Maar dan moet ik eigenlijk uiteindelijk of La Liga of Premier League gaan kiezen. Ja, ik moet wel daarin echt keuzes gaan maken. Dus ik ga nu wel een beetje voor de Premier League. Maar ja, in ieder geval mooi dat we twee dikke icons hebben gekregen. Mascherano, daar ga ik voor. Die heeft ook gewoon meteen 3 teamgeest. Dus dat is wel fijn. Keeper. Oblak. Neuer is het hoogst. Ja, ik kan ook voor deze keeper gaan. Die heeft dan ook gewoon meteen 3 teamgeest. Dus dat is wel handig. En die is 88 rated. Dus dat is op zich ook wel goed. Aspilicueta. Weet je wat? Ik ga voor de Premier League.
Of ik ga voor Heroes of Icons. Dat is een beetje de keuze die ik nu ga maken. Dus dan hebben we hopelijk zometeen totale teamgeest gewoon 33. Maar ja, dat is even afwachten. Maar ja, we hebben een paar hele goede spelers. We hebben begonnen heel goed. Maar het gaat nu toch wel echt een stuk minder. Ja, dit is ook weer allemaal net niet hoor. Ik ga wel gewoon puur voor rating. Maar ik laat van de komende spelers even de hoogtepunten zien. En we gaan sowieso meerdere drafts doen. Dus als we zo meteen weer nieuwe drafts doen, krijgen jullie dat natuurlijk ook te zien. Gullit is qua rating het best. Maar ik heb nog een spits nodig, dus ik ga nu wel voor closen. Die kan ik hier neerzetten. Is goed voor mijn teamgeest. En dan hebben we gewoon een mooie iconaanval. Ja, dat ziet er wel mooi uit. Oké, dit is uiteindelijk het team geworden. We hebben wel wat goede spelers gekregen, maar... Ah, ik denk dat dit niet eens een 90 beoordeling team gaat worden. Nee, dat weet ik wel zeker. We kunnen echt wel betere drafts maken. Misschien dat ik nog 88 of 89 kan maken. Maar 90 gaat niet lukken. Dus we gaan gewoon door naar de volgende draft. En trouwens even iets anders. Want op dit moment nu ik dit opneem is Team of the Year nog niet uit. Maar dat komt wel bijna. Of misschien als deze video online komt is het al zover. Maar dan gaan we dan natuurlijk binnenkort weer zo'n FUT-draft challenge doen. Want ik denk dat de drafts dan wel beter kunnen gaan worden. Met die zieke Team of the Year spelers. Want die zijn altijd mega hoog qua beoordeling. Maar... We gaan snel door naar de volgende. Oké, dan gaan we nu even voor een andere opstelling. We kunnen voor de 4-2-2-2-2 gaan. Dat vind ik wel prima. Ja, dan heb je twee centraal aanvallen in de middenvelders. Kan je ook goede spelers uitkrijgen. En we beginnen met Puskas. Ja, dat is voor teamgeest niet optimaal. Want die staat dan niet op de goede positie. Maar weet je wat? We gaan nu gewoon puur voor de hoogste rate spelers. We gaan niet letten op teamgeest. En gewoon kijken hoe hoog mijn beoordeling kan worden. Zonder dat we op teamgeest dus letten. En tot nu toe gaat het wel lekker. Mbappé, Haaland en een paar dikke icons erbij. We krijgen ook nog Zidane. Hoho, dit is wel lekker hoor. Als we zo doorgaan wordt dit er echt een hele lijpe draft. Fabinho, ja, is niet de beste kaart, denk ik. Maar het was wel qua rating het hoogst. 76, nou ja, dat is dan niet anders. Kom op, eventjes weer 90 plus. Keeper, ah, dit is echt helemaal niks. Maar ja, we hebben zo meteen nog een hele bank te gaan. En dan gaan we alleen maar voor de hoogste beoordeling. En dan denk ik dat we op die manier wel de 90 beoordeling moeten kunnen halen. Dat kan toch haast niet anders. En dan gaan we binnenkort wel een keertje draf proberen met teamgeest erbij. Maar ja, voor sommige posities is dat gewoon lastig. Dit is echt allemaal een beetje slecht. Robertson, ja prima. Die linkt wel natuurlijk wel goed met Fabinho. Dus dat is wel lekker. We hebben nu 88 beoordeling. Maar we hebben echt nog een aantal spelers die niet goed zijn in mijn team. Dus die moeten wel echt vervangen worden. 86 gaat er mee door. Maar is eigenlijk ook niet goed genoeg. 79 ook niet goed genoeg. Kom op. 90 plus. Ah, jongen, jongen, jongen. Het wil niet echt lukken. Oké, ik denk dat we ook in deze draft niet de 90 beoordeling gaan halen. Ook al krijgen we nu wel 91 rated Messi. In ieder geval weer een keertje 90 plus speler. Maar ja, zoals dit ook, dat schiet niet op. We moeten een gemiddelde hebben van 90 plus. En dat is op dit moment echt niet het geval. Ja, of we moeten op de een of andere manier hier bij wissels nog heel veel goede spelers krijgen. Maar dat is nu wel het geval. Ribéry, Mané, allebei 90 plus. En dan stopt het nu alweer. Ja. Nou, uiteindelijk is de 90 beoordeling niet eens gelukt. Terwijl dat ik puur voor rating ging. We hebben 89. Oké, dat is wel een beetje ernstig. We gaan door naar de volgende draft. Hopelijk gaat die wat beter. Oké, hopelijk hebben we nu dan even een lekkere opstelling. We kunnen weer voor de 4-2-2-2 gaan. Ik kom er bijna niet uit. Maar dan gaan we eens kijken wat we nu kunnen krijgen qua beoordeling. 96 rated Pelé is wel een lekker begin. Spits 88. Goed genoeg, weet je. Het had slechter gekund. 89, dat is ook al redelijk. Nou, ik ga wel voor Lacazette. Die kan ik misschien nog iets linken. Of Griezmann kunnen we ook voor gaan. Ik ga wel voor Griezmann. Die speelt gewoon in de La Liga. En ik denk dat ik die dan nog het best kan linken. We gaan nu wel voor Bergkamp. Ja, tot nu toe beginnen we weer goed. Maar ja, net ging het in één keer dan daarna heel slecht. En gewoon heel snel ging het heel slecht. Tot nu toe valt het nog mee. We hebben nog steeds redelijke spelers gekregen. Partey... Prima, goed genoeg. Rechtsachter, weer een icon. Dat is ook heel goed. Want die is natuurlijk qua teamgeest ook hartstikke goed. Dus dat is lekker. Centraal verdediger. Nou ja, het had beter gekund. Maar 84 gaat er dan ook nog mee door. Als je dit vergelijkt met de vorige draft, gaat het al veel beter. Oké, dit gaat heel lekker. We hebben al 4 icons. We hebben een hero. We hebben Griezmann. En daarnaast een paar wat mindere goede spelers. Maar dan alsnog een heel goed team. Linksachter. Hernandez is ook gewoon goed genoeg. Oké, we hebben nu al 89 beoordeling. En we hebben de hele bank nog te gaan. Oké, dit kan er worden. Dit kan wel 90 beoordeling worden. Maar met een beetje mazzel misschien zelfs 91. Maar dat hangt er dus helemaal vanaf wat we op de bank gaan krijgen. Dan moeten we betere spelers krijgen. En 91, dat is helemaal prima. Ja, dat is hartstikke, goed trouwens. Ja. Volgende, 86. In ieder geval voor op de bank fijn. Want we hebben op de bank
ook gewoon hoge rated spelers nodig. In ieder geval bij wissels, want de wissels tellen ook mee qua beoordeling. De reservespelers tellen niet mee qua beoordeling. Maar volgende icon, oh dit is mooi man. We hebben ziek veel icons ondertussen al gekregen in het team. We krijgen Foden, die is 90 qua beoordeling. Dit moet hem worden, dit wordt sowieso 90. Maar heel misschien dat dit 91 gaat worden. Dat zou helemaal mooi zijn. Dan is dit wel shit. We moeten nog even een paar lijpe icons krijgen. Of überhaupt gewoon de spelers boven de 90. Gaat dat nog gebeuren? Dit is een verdediger. Nee, dit is helemaal niks. Oké, laatste kans om nog een goede speler. En nee, oké. Nou ja, ik denk alsnog dat het wel 90 gaat worden qua beoordeling. Want wij hebben wel echt goede spelers. Dus ik zet alle goede spelers er even in. Nee joh, weer 89, hoe dan? Ik dacht echt, nou dit gaat er worden. Ziek team, zieke icons. Maar ja, zelfs dan is het niet voldoende. Check deze icons jongen, dat is echt niet normaal. Nou oké, we proberen het nog een keer. Ik wil gewoon kijken of we die 90 beoordeling kunnen halen. Ik had het, bij die duurste draft had ik het zo gehaald, die 90 beoordeling. Maar op de een of andere manier, nu ik het wil halen, lukt het gewoon niet. Het is wel een beetje zonde van mijn FIFA-punten dit, hè. Ja, ik verprust al mijn FIFA-punten op deze manier. Oké, we gaan wel voor 4-3-2-1, zo moet ik het zeggen. We beginnen met Ronaldinho. Dit is helemaal prima, die begint op de bank, dus dat is wel nice. En ik ga voor deze opstelling omdat we nu weer CA hebben. En op de een of andere manier krijgen we hier de hele tijd zieke icons uit. Pelé en nu Gullit. Dat zou mooi zijn. Of nou, dit is ook prima. 92 beoordeling. Oké, goed begin weer. Nu moeten we het alleen voort kunnen zetten. We hebben best wel wat keuze. Want we hebben vier spelers van 89. Ik ga wel voorbij je denk. Helemaal prima. Speelt ook in Frankrijk of komt uit Frankrijk. Dus die linkt dan ook weer iets. Dit is dan wel weer jammer. Kom op, eventjes een icon als centraal middenvelder. Oh, dit is ook prima. De Bruyne is 93 qua beoordeling. En we hebben natuurlijk ook nog Ronaldinho van 94 op de bank. Die we er zo meteen in kunnen zetten. Dus eigenlijk gaat dit gewoon hartstikke goed tot nu toe. Dan hoop ik wel dat we dit een beetje voor kunnen zetten. Hakimi. 87, ah, dat is niet geweldig. Maar hey, voor rechtsachter ben ik er blij genoeg mee. Alleen als centraal verdedigers krijgen we de hele tijd shit spelers. En ook qua keepers. Je hebt zoveel goede centraal verdedigers en keepers. Maar ik krijg gewoon de hele tijd slechte spelers. Misschien komt het ook omdat ik de hele tijd bij de aanval begin. En dan naar beneden ga. Dat je dan gewoon hier wat minder goede spelers krijgt. Zou kunnen. Maar ik heb zo'n idee dat dit hem gaat worden. Dit gaat de 90 beoordeling worden. We krijgen Benzema. Die is gewoon samen met de Bruyne daar op het middenveld ideaal. Dit is alleen weer wat minder. Kunnen we allemaal niet gebruiken. Die belandt gewoon bij reserves. Dus dat maakt er niet zoveel uit. Crouch. Nou ja. In ieder geval op de bank weer eventjes een redelijke speler. Maar dit lijkt er weer meer op. Puskas. Hey, 94. Oh, ik kan zo'n lijpe aanval maken zo meteen, jongen. Met al die icons die ik heb. En dan Benzema op het middenveld. Dit kan hem gaan worden. Oké, dit is ook lekker. We krijgen Salah van 92 erbij. Dus dat is qua rating ook ideaal. Maar nee, 92. Dit moet hem worden. Als dit hem niet wordt, dan weet ik het ook niet meer. Müller 87. Goed voor op de bank, want op de bank is dat ideaal. Gewoon een paar spelers die een beetje goed zijn. Hetzelfde als Cancelo, 88, ook dikke prima. Dit is dan wel iets minder. Nou ja, 81. Denk dat die wel bij reserves belandt. En tot slot nog een keeper, 85. Oké, als dit geen 90 wordt, dan, ja, dan weet ik het echt niet meer. Dan stop ik met FIFA. Nee, dan stop ik niet met FIFA. Maar ik ga even een coole aanval maken. Check dit, hoe lijp dit eruit ziet, jongen. Puskas, Pelé. Oh, dit is echt een lijp aanval. Benzema zetten we dan hier neer. Wat gaan we verder doen? Ik zet het allemaal even goed neer. En dan zie ik jullie zo meteen als het team klaar is. Maar ja, dit moet wel de 90 beoordeling worden. Oké, uiteindelijk is het inderdaad 90 beoordeling geworden. Ik denk dat we nu echt in de buurt waren van de 91. Ik denk dat 91 ook mogelijk is, maar dat het daarna ophoudt. Ik denk 92 is niet mogelijk. En qua teamgeest is het wel heel lastig om te linken alles. Omdat qua posities spelers meteen niet meer linken. Het is gewoon lastig om dan ook nog 33 teamgeest te krijgen. Op het moment dat je een hoog mogelijke team wil halen. Maar dit is wel de beste draft die ik tot nu toe heb gemaakt in FIFA 23. Dat sowieso. Met een zieke aanval. Echt niet normaal. Maar ik laat het erbij. Ik bedank jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als jij nou onmiddellijk hebt genoten van deze video, dan vind je de video die hier komt te staan waarschijnlijk ook wel leuk. Dus dan kan je die nog even checken. En druk hierop, dan kan je abonneren en blijf je op de hoogte van al mijn video's. En nog één laatste iets. En dat is het allerlaatste van deze video. Check bouws.nl voor de Bouws Army kleding. Hoi.